Het Nationaal Coördinatieteam COVID-19-vaccinatie heeft vandaag een grote vaccinatiedag gehouden in het regionaal ziekenhuis Wanica. Dat duurde van 8 uur 's morgens tot 4 uur in de middag. De behoefte om zich te laten prikken was erg groot. Al voor 7 uur 's morgens had zich een grote groep mensen verzameld op het ziekenhuisterrein. Voor wie zich vooraf niet had geregistreerd, was er ter plekke een speciaal registratie waar het alsnog kon. Vervolgens kwam iedereen via een nummersysteem aan de beurt voor een prikje. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid is tevreden over de opkomst. Ik begreep dat er al bijna 400 personen voor de dag zijn gevaccineerd. Dat stemt goed. Mensen zijn blij. Ik heb een aantal mensen gesproken die me zeggen van gelukkig hoeven we niet helemaal naar Paramaribo te gaan, maar komen jullie naar ons toe. Want ook hier in deze omgeving wonen er heel veel mensen. Simultaan zijn we vandaag gelijk ook bezig met Nikeri. En Nikeri heeft net bericht gehad dat het heel goed loopt. De oudste persoon in Suriname, dat is een, even kijken naar de naam, maar de oudste persoon in Suriname van 1921, mevrouw Klaverweide, 99 jaar, is net gevaccineerd in Nikeri. Dus u ziet dat we ook heel blij zijn dat we de oudste Surinamer hebben kunnen vaccineren. En dat heeft, de mensen zijn ook naar Nikeri, die mevrouw zou zeker niet naar Paramaribo komen. Dus ik ben blij dat we met die outreach nu naar de districten toe grotere groepen bereiken. Het streven was om vandaag in Wanica 1500 personen te vaccineren. Voor 12 uur waren er al ruim 500 prikjes toegediend. Het streefaantal van 1500 geldt ook voor de vaccinatiedag in Nikeri. Kijk, de afgelopen week hebben wij de 10.000ste persoon gevaccineerd. En ik had toen gesteld dat wij 10.000 per week moeten halen. En ik heb net ook het bericht gehad dat wij de 20.000 zijn gepasseerd. Dus we hebben nu al 10.000 in een week gevaccineerd. We willen doelen op 1500 hier vandaag op Wanica. En in Nikeri ook ongeveer 1500 tot 2000 per dag. Als we dat kunnen halen, dan denk ik dat wij een goede job hebben gedaan. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid vandaag bij de vaccinatiedag in het regionaal ziekenhuis Wanica. De minister benadrukt dat ondanks de vaccinatie het nog steeds belangrijk is om de Mohana-maatregelen in acht te nemen.